Hallo allemaal, hier ben ik weer. Ik heb mijn uh, iPad zoals je ziet al klaar liggen. Want ik wil jullie meenemen in het maken van een uh, zelfgetekend digitaal stickertje. Voor in mijn digitale planner. En dan moet ik erbij zeggen: dat is een nagetekend stickertje. Want uh, ik kan redelijk uh, duidelijk maken met een tekening wat ik bedoel. Maar echt mooi tekenen kan ik niet. Dus ik uh, maak gebruik van het, uh, het overtrekken. En ik wil jullie nu laten zien uh, hoe ik dat doe. Dus uh, gaan jullie mee? Om deze digitale stickertjes te maken heb je, behalve een iPad die uh, het gebruik van een Apple Pencil ondersteunt, ook de app GoodNotes nodig. Dat is een uh, app die je moet kopen. En ik heb hierin ook nog de app Magic Eraser staan. En dat was toen ik hem op mijn iPad heb gezegd: zet in elk geval een gratis, uh, gratis app. Maar zoals gezegd, uh, met die twee uh, gaat het lukken. Ik denk dat er voor GoodNotes ook wel alternatieven zullen zijn of andere uh, apps. Alleen, dit is niet ieder geval de app die ik gebruik. Uh, wat ik om te beginnen gedaan heb, is op internet een plaatje zoeken dat me wel aanstond. En ik zal jullie laten zien welk plaatje ik heb genomen. Dat is deze geworden van een uh, vulpen. Dat leek me wel een leuke om, uh, om als voorbeeld te gebruiken. Dus uh, dat plaatje heb ik uh, bij mijn foto staan. Maar wat ik nu doe, is dat ik naar uh, GoodNotes ga. En ik open een, uh, oh, andersom. <laughs> een uh, nieuw formulier. En dan pak ik inderdaad een blank papier. En ik heb geen omslag nodig. Dus een blank papier. En dan zeg ik: maak aan. Krijg je dadelijk een mooi leeg vel. Ik zal dit even dichtmaken zo. En dan is het nog wat groter. En hier ga ik de foto die ik uh, gekozen heb inzetten. Dus heel simpel zo. Nou, ik maak hem wat groter. Zoveel, groot, zoveel te groter, zoveel te beter zou, je, uh, zou ik van tevoren willen zeggen. Zo. Nou, dit is mijn voorbeeld. En wat ik dan ga doen is dat ik hem ga overtrekken. Dan ga ik eerst even kijken welke pendikte ik wil gebruiken. Je kunt natuurlijk knals doen. Nou, dat vind ik sowieso veel te dun. Dat is ook nog aan de dunne kant. Ik denk dat dat beter is. Ja, hij staat op volle dikte. Ik zou hem ook nog iets terug kunnen brengen. Nee, ik vind gewoon volle dikte het mooiste. Zo. Nou, dan halen we. Oh, de gum natuurlijk zo dat even allemaal weg. En dan pakken we weer de pen. Um, voor degenen die Goodnotes kennen, je kunt een vulpen, een balpen en een penseelpen instellen. En ik uh, gebruik eigenlijk voor bijna alles de vulpenfunctie. Dus vandaar dat hij op vulpen staat en op zwart. En dan uh, ga ik hem overtrekken. Helemaal niet helemaal recht of zo, maar dat is ook helemaal niet nodig. Ik tik weer op, het foto, op de fotofunctie. Ik tik op de plek waar de foto in elk geval staat. Ik maak die wat kleiner. En ik kan hem aan de kant zetten. Die kan ik zo namelijk nog als, uh, als voorbeeld gebruiken voor het inkleuren. En dan zie je dat dit de pen is die ik getekend heb. Nou, ik vind hem helemaal niet zo heel slecht. Maar hij is zo natuurlijk nog een beetje saai. Dus we gaan hem ook inkleuren. En voor het inkleuren gebruik ik in GoodNotes de markerfunctie. Dat heeft namelijk als voorbeeld, ik denk dat ik het wel kan laten zien. Dus even een beetje inzoomen. Uh, hij staat nu op roze. En als ik dan hier een streep zet, dan zie je dat het zwart. Oh, ik <laughs> nog een paar keer doen. Achter, uh, achter het kleuren verdwijnt. Als ik namelijk met de penfunctie zou kleuren, wat ook kan, dan is het dekkend. Kijk, en dan moet je, als je dan wil inkleuren, moet je wel heel precies werken. Want anders dan verlies je een deel van je zwarte lijn. En dat, uh, dat wil ik natuurlijk niet. Zo. Uh, het nadeel van het kleuren met de marker is wel. Kijk, als ik hem vasthoud. Zo, en ik ga dan verder. Dan zie je dat die kleur uh, zwaarder wordt. Dus je moet een vlak in één keer inkleuren. Zo. Nou, gaan we eens even kijken. Wat zullen we doen? Een blauwe pen, vind ik wel leuk. Nou, met deze pen duurt het inkleuren wel wat lang. Dus ik zet hem wat groter. En totdat ik dus nu die markerfunctie gebruik, kan ik gewoon over het zwarte randje heen om hem in te kleuren. Nu vind ik dit wat licht. Ga ik er nog een keer overheen? En dan is hij donkerder. Helemaal weg. En dan is dit de tekening die we gemaakt hebben. Maar nu moeten we dus nog zorgen dat dit een digitale sticker wordt. En om dat te bereiken ga ik een screenprint maken van dit geheel. En bij elke iPad of elk device kan dat anders zijn. In mijn geval moet ik de knop en de aan-uit-knop gebruiken. Zo. Nou. Die is prima, die kan weg. En dan kunnen we dit uh, verder met rust laten. Dus dan gaan we daar uit. En nu gaan we dus die app Magic Eraser gebruiken. Die staat hier. En dan zie je hier onze screenprint van zojuist. Die tik ik aan. En dan maken we eerst het kadertje eromheen een stuk kleiner. Want het is nergens voor nodig om al die extra delen mee te nemen. Zoiets. Dan. En dan zeg ik. Dit gedeelte. Uh, dat wil ik helemaal doorschijnend. En hier zit ook nog een stukje in. Zo. Die ook. Mag die zo weer terug. En als je dan. Helemaal goed is, dan zeg ik ja, deze wil ik hoogste resolutie. En dan is die uh, opgeslagen. En dan kunnen we hier alweer uit. Gaan we weer terug naar het fotomapje, dan zie je nu dat er ondertussen twee staan. Dit was het screenprintje. Die mag weg. En dit is de andere. En je ziet het, nu zit er geen, randje, geen, uh, geen kader meer omheen. Je ziet wel wat heel sub hele subtiele randjes, maar die zie je over het algemeen uh, in de planner niet. Ik zal jullie laten zien hoe het nu uh, in de planner werkt. Ik heb even een blanco pagina geopend uh, in mijn uh, digitale planner. Nou ja, het is eigenlijk heel gemakkelijk. Het is hetzelfde als het toevoegen van een uh, foto. Ik tik hierop. En hier is hij, onze pen. En ik kan hem hier zoveel mee draaien als ik wil. En als ik dan zeg dat ik hier graag die pensticker wil, dan zet ik hem daar neer. Als ik wil dat ik hem zo wil, doe ik het zo. En hier kun je zien. De pen is helemaal uh, solide, maar daar meteen naast is het, uh, is het helder. Nou, dat, uh, dat was hem. Ik hoop dat jullie uh, deze mini-tutorial leuk vonden om te kijken. En uh, misschien verzin ik nog wel wat meer om zo te laten zien. In elk geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.